Al ruim 750 jaar is er een waterbestuur in het rivierengebied. Ons erfgoed vind je overal. De dijken, de gemalen, de sloten. Kenmerkend voor het rivierenlandschap zijn de dijken met hun dijkmagazijnen. Een unieke reeks staat in het land van Maas en Waal. Een compleet ensemble van dijkmagazijnen langs de twee rivieren. Het Rijksmonument in Afferden is eind 19e eeuw gebouwd in waterstaatstijl, het oudste type in de streek. De dijkmagazijnen staan altijd aan de dijk, in dit geval de Waaldijk. De oude, want even verderop, is na de bijna ramp van 1995 een nieuwe gebouwd. Je ziet hoe de oude dijk kronkelt. Dat komt door oude dijkdoorbraken. Dan kolkte het water naar binnen en liet een diepe plas achter, een wiel. In het rivierengebied herinneren honderden wielen aan net zoveel doorbraken. Elke generatie maakte het wel mee. Niet voor niks stonden dorpen en boerderijen op de hogere oeverwallen, heuvels of op terpen. Het land van Maas en Waal was in 1321 het eerste Gelderse gebied dat een dijkbrief kreeg. Het waterbestuur kreeg vorm. De graaf van Gelre regelde het toezicht op de dijk die tussen dorpen rondom het gebied was gegroeid. Daarbinnen regelde hij ook het waterbeheer en het systeem van sloten en weteringen is minstens zo oud. Nog altijd heeft het waterschap dijkmagazijnen. Nu zijn dat moderne loodsen zoals in Druten. Maar de zandzakken zijn er nog steeds. En ook aan de dijken wordt nog altijd gewerkt in een veranderend klimaat.